Rabobank vertrekt uit Wijchen. Opnieuw TBS'er ontsnapt uit pompenkliniek. En supermarkt in Zetten breidt flink uit. De Rabobank in Wijchen stopt ermee. De bank maakte via een e-mail aan haar klanten bekend dat het pand nog voor de kerst sluit. Het bezoekersaantal is volgens de Rabobank sterk teruggelopen, omdat steeds meer klanten hun bankzaken via het internet regelen. Wie toch nog persoonlijk contact wil, kan terecht op het kantoor in Nijmegen. De Wijchense Rabobank is in 2015 verhuisd van de Kasteellaan naar de Oude Klapstraat naast de bioscoop. In die 7 jaar is de bank al eens eerder voor een lange tijd dicht geweest, zo vertelt onze verslaggeefster. Tijdens de coronacrisis was deze vestiging van Rabobank in Wijchen al een tijdje gesloten. Sinds kort kunnen mensen hier ook niet meer terecht voor geld storten of pinnen. Als klanten van Rabobank wel geld willen pinnen, kunnen ze terecht bij Geldmaat. Nu het kantoor in Wijchen per 23 december sluit, is de Rabobank langs de Van Heemstraweg in Druten nog de enige in het land van Maas en Waal. Wijchense klanten die fysiek met een Rabobank-medewerker in gesprek willen, kunnen een afspraak maken met een van de mobiele adviseurs. Die komt dan naar de klant toe. Wanneer klanten toch nog het kantoor willen bezoeken, kunnen zij terecht in Nijmegen aan het Keizer Karelplein. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. De Jumbo in Zetten is flink groter geworden en bepaalt nu het gezicht van het dorp. Vanochtend werd de winkel feestelijk geopend. Een TBS'er van de Pompenstichting in Nijmegen is woensdagmiddag tijdens zijn verlof aan zijn begeleider ontsnapt. Dat bevestigt een woordvoerder van de Pompenstichting na berichtgeving van Dagblad De Gelderlander. De TBS'er zou bij een ander in de auto zijn gestapt en zo zijn gevlucht. Een speciaal politieteam is naar hem op zoek. Hoe de TBS'er is ontsnapt is nog onduidelijk. Een woordvoerder wil verder geen mededelingen doen. Het Nijmeegse College stelt aan de gemeenteraad voor om vanaf 1 januari 2028 snorfietsen, brommers en scooters met een verbrandingsmotor niet meer toe te staan binnen de bebouwde kom in Nijmegen en Lent. De gemeenteraad zelf riep het college ertoe op om dit voor 2030 te regelen. Vanaf 2025 zijn dezelfde voertuigen van voor 2011 al niet meer toegestaan in de binnenstad, Hof van Holland en op de campus Heijendaal. Dit zijn ook de zones die vanaf 2025 zero-emissiezones zijn voor stadslogistiek. Alleen uitstootvrije bestel- en vrachtwagens mogen er dan nog rijden. Een klant van 48 kwam in januari dit jaar bij een tattoo-shop in Elst voor een tattoo op zijn vinger. De mensen die in de shop werkten wilden deze tattoo niet zetten, omdat het snel weg zou slijten. Het gesprek liep uit de hand en de klant kreeg zijn €50 afspraakkosten niet terug. Een paar maanden later was de man nog steeds boos om het incident en besloot hij de winkelruit op te blazen met een vuurwerkbom. Hiervoor stond hij gisteren voor de rechter. Hier bekende de man direct dat hij schuldig was. De man heeft uiteindelijk een taakstraf gekregen van 20 uur en hij moet de schadevergoeding aan de tattoo shop terugbetalen. Wijchenaren gaan vanaf volgend jaar iets meer aan de gemeente betalen. De woonlasten zullen met 2% omhoog gaan. Volgens wethouder Geert Gerrit zijn de woonlasten per saldo nauwelijks gestegen en zit Wijchen daarmee zelfs onder het landelijke gemiddelde. De stijging van de lokale belastingen legt wethouder Gerrit eerst nog voor aan de gemeenteraad. Die stelt de wijzigingen vast. Afgelopen maandag zijn archeologen in de Oude Klapstraat gestart met een archeologische opgraving. Dat gebeurt op de plek waar vanaf maart volgend jaar een tijdelijke woonlocatie komt voor Oekraïense vluchtelingen. Het onderzoek is nodig om te zorgen dat de archeologische sporen en resten op deze plek niet ongezien verloren gaan. Bij eerder archeologisch onderzoek in die directe omgeving zijn vooral archeologische sporen en vondsten uit de middeleeuwen gevonden. Ook op deze locatie verwachten de archeologen nu de sporen van middeleeuwse huizen en erven te vinden, maar het is goed mogelijk dat ze ook nog oudere resten vinden. Het archeologisch onderzoek duurt ongeveer 2 weken.
Supermarkt Jumbo in Zetten is woensdagochtend heropend. De winkel heeft de afgelopen 3 weken een flinke verbouwing ondergaan en is daarbij ook aanzienlijk groter geworden. Hiermee is de supermarkt aan het Julianaplein direct de eyecatcher in het centrum van Zetten geworden. 5, 4, 3, 2, 1. Het confetti-kanon liet het helaas even afweten, dus daar helpen wij dan graag een handje bij. Los daarvan was de heropening weer een feestelijke aangelegenheid die het nodige publiek trok. De vorige verbouwing is alweer 10 jaar geleden, toen de winkel transformeerde van een C1000-filiaal naar Jumbo. Dit keer blijft het een Jumbo, maar werd het pand wel 30% groter. Een wens van de eigenaar, waarvan de plannen al een tijdje klaar lagen. Dat is eigenlijk een aantal jaar geleden. Toen wij hier stonden, en waar we nu staan, in de Groente- en Fruitmarkt, stond eigenlijk een woonhuis. Die hebben we aan kunnen kopen en die hebben we bij de winkel kunnen betrekken. En op die manier hebben we een uitbreiding kunnen realiseren. Wat zijn nu de grootste verschillen met voor de verbouwing en nu na de verbouwing? We hebben een winkel die eigenlijk de nieuwste format van Jumbo heeft. We hebben bijvoorbeeld een zelfscanpark. We hebben een veel uitgebreider assortiment. Dat is wel een derde keer zo groot geworden. We hebben een mooie koffiehoek kunnen realiseren. En de winkel is wat ruimer opgezet. Dus ze hoeven niet meer zo langs elkaar heen. Ze kunnen nou door de ruime paden kunnen ze wel hun weg gaan, zeg maar. Ja, geweldig. Ziet er keurig uit. En we hebben er ontzettend hard aan gewerkt om het op tijd klaar te krijgen. We zijn er heel erg super blij mee. Ik werk hier al 25 jaar en dit is mijn 4e verbouwing. En dit is echt wel, ik denk voor Zetten hier is dit wel heel erg extreem mooi. Super, echt heel erg goed. Voor zo'n klein dorp, ja, het is echt geweldig. In het voorjaar werd dit woonhuis aan het Julianaplein gesloopt. Het was het laatste huis tussen alle bedrijven in het centrum en daarmee ook een adres dat bij veel ondernemers op het verlanglijstje stond. De vaste klanten zijn er maar wat blij mee dat het nu onderdeel is geworden van hun lokale supermarkt. We zijn ook blij dat hij weer open is. Fantastisch mooie winkel. Ja. Het ziet er prachtig uit. We hebben hem gemist. Dus we zijn blij dat hij weer open is na 3 weken. Denkt u dat hij niet iets te groot is voor een dorpje als Zetten? Nee, geloof ik niet. Nee? Nee. Het is een mooie winkel. Ze hebben alles. Nou, wat wil je nog meer? U heeft ook een filiaal in Heter, als ik het goed begrijp. Zijn daar ook nog uitbreidingsplannen voor? Op dit moment niet, maar er zit volgend jaar wel een kleine verbouwing misschien aan te komen. Op dit moment, we hebben wel de elektronische schaplabels die we hier hebben. Die hebben we ook vorige week in Heter geïnstalleerd. Dus we hebben wel iets gedaan, maar voorlopig blijft het daarbij. En tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzendingen kun je terecht op ons YouTube-kanaal en volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram. Voor het laatste nieuws kun je altijd terecht op onze site rn7.nl. Graag tot morgen!